Wel met een tevreden gevoel, omdat ja, ik heb toch wel een lange carrière hier in de Lierse gemeentepolitiek. Hè. Ik ben in de gemeenteraad gekomen in 1974 als raadslid. Heel lang in de oppositie gezeten, enkele jaren schepen en dan de laatste 9 jaar burgemeester. Dus ik ben wel heel tevreden over de politieke loopbaan hier. Op het plaatselijke vlak. U weet, daarnaast heb ik ook nog 4 jaar de Senaat gedaan en natuurlijk ook een lange carrière in de haven van Antwerpen. Maar dus politiek gezien hier in Lier, ja, ik heb hier wel heel wat meegemaakt al die jaren. Dus heel, heel tevreden terugblik. Welke zijn zo wat de hoogtepunten die je hebt meegemaakt? Wel, de hoogtepunten, ik zou willen beginnen met de financiële gezondmaking van onze stad. Op het moment dat ik burgemeester werd als hoofd van die nieuwe coalitie, keken we toch tegen een serieuze schuldenberg aan. En ik heb van in het begin gezegd, daar moet iets aan gedaan worden. Nu, wanneer de schulden te hoog zijn, zijn er verschillende middelen. Men kan daarvoor de belastingen verhogen, daar heb ik onmiddellijk gezegd, nee, dat gaan we niet doen. Men kan ook snoeien in het personeel. Ook daar heb ik gezegd, nee, wij gaan niet overgaan tot naakte ontslagen. Wat wij wel hebben gedaan, dat is niet iedereen die op pensioen ging, hebben we vervangen. Maar geen naakte ontslagen. Dus wat hebben we zeker en vast moeten doen? Dat is snoeien op onze eigen uitgaven. In beperkte mate, maar toch wel daarin gesnoeid. En ook getracht van meer efficiënt te werken. En het is met die oefening die we dus eigenlijk de voorbije 6 jaar, dus de eerste 6 jaar van mijn burgemeesterschap hebben gedaan, dat wij dus nu fors kunnen investeren in deze tweede periode van deze huidige coalitie. Concrete feiten, ja, concrete realisaties. Goh, ik som even de belangrijkste op. Wij hebben een nieuwe sporthal gebouwd. Wij hebben een nieuwe gymzaal gebouwd. Wij hebben de atletiekpiste vernieuwd. Wij hebben fors geïnvesteerd in het cameranetwerk in onze stad. Dat is volledig vernieuwd, dat is volledig up-to-date gemaakt, dat is veel efficiënter geworden. We hebben ook ANPR-camera's geïnstalleerd op de grote invalswegen naar onze stad. Dat allemaal in het kader van de veiligheid van onze burgers. Want u weet, de burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid in de stad. Vandaar ook dat de cijfers van de criminaliteit de laatste jaren in Lier fors zijn gedaald. En ook nu hebben we op de laatste gemeenteraad beslist van toch het politiekorps uit te breiden, bijvoorbeeld met 4 extra personeelsleden voor het fietsteam en ook heel wat infrastructuur, apparatuur, ICT, want het werk van de politie is fel verzwaard, is ook veel uitgebreider geworden. En wij moeten in een stad als Lier ervoor zorgen, altijd in het kader van die veiligheid van de burger, dat we kunnen beschikken over een goed uitgerust politiekorps. Dat wil dus zeggen voldoende personeelsleden, goede personeelsleden en voldoende materiaal. Daarnaast wil ik toch ook benoemen het project Normaalschool. Ik heb mij daar van in het begin volledig achter gezet. Waarom? Omdat de normaalschool stond op een bepaald moment leeg. Dat leeg laten staan is geen optie, want dat zou een stadskanker worden in het midden van het centrum van de stad. Is uiteraard simpelweg geen optie. En ik ben daar ook tevreden, omdat van dat project, dat is een groot project, en ik noem het nog altijd het mooiste project in Lier, omdat in dat project ook een combinatie is van verschillende functies. Er is daar een horecafunctie voorzien, er zullen daar ook enkele buurtwinkels in voorzien zijn. Daar is heel veel woninggelegenheid voorzien en woning in alle soorten. Er zullen daar eensgezinswoningen worden gebouwd.
Er zullen daar kleinere appartementen zijn voor jongere gezinnen. Er zullen daar ook, laat ons maar zeggen, gewone appartementen zijn. En er zullen ook luxueuzere lofts zijn. Daarbij is er daar ook de ruimte voorzien voor de zogezegde incubatoren. Dat wil dus zeggen, jonge, beginnende ondernemingen die we daar de kans geven om gedurende een bepaalde periode hun activiteiten om te zetten. Daarbij is er ook heel veel gedacht aan groen op die site. Door waarbaarheid van de site, zowel noord, zuid als oost, west. En, heel belangrijk ook, er is heel veel gepraat met de ruime buurt. Vooral dan de mensen van het buurtcomité Het Looks. Daar hebben wij regelmatig mee rond de tafel gezeten. Niet altijd gemakkelijke discussies, dat is zo, maar dat is ook niet erg. Maar het resultaat was wel dat er aan dat project, dat er daar wel grote wijzigingen zijn aangebracht, zowel wat betreft hoogte als aantal woongelegenheden. Dus ik noem dat ook weer een schoolvoorbeeld van moderne participatie met een heel, heel ruime buurt. En het is de bedoeling natuurlijk dat achter die barrière, zoals ik het altijd heb genoemd, van de grote kerk, dat daar nieuw leven wordt ingeblazen in dat stadsdeel. Zowel voor de mensen die daar wonen uiteraard, hè, want je hebt daar de Sion, je hebt daar dan de normaal school zelf, als voor de lokale middenstanders. Belangrijk is toch ook wel het, zoals ik het heb genoemd, het kerstvoetbalakkoord dat op 20 december dat we hebben kunnen ondertekenen, dus tussen de stad Lierse Kempenzone en Lira Lierse, en waarmee we dus in principe een basisakkoord hebben gesloten tussen die drie partijen om zoveel mogelijk Lierse jeugd terug de gelegenheid te geven om voetbal te spelen in eigen stad. Want dat was de laatste jaren verdwenen. En met de elementen van dat akkoord maken we dat dus terug mogelijk. Dat was niet gemakkelijk. Dat waren soms heftige discussies, moeilijke discussies. Ook omdat we zitten met twee verschillende soorten voetbalclubs, met verschillende wensen, verschillende eisen, verschillende noden. En we hebben dus altijd moeten proberen om aan die twee voetbalclubs zoveel mogelijk voldoening te geven, zonder aan de ene meer te geven dan aan de andere. Want dat is in een dergelijk dossier als een voetbaldossier, wat heel veel emoties naar boven brengt, dat is toch wel heel belangrijk. Wanneer je mij nu vraagt de hoogtepunten naast die praktische realisaties, dan zou ik toch wel willen de Sint-Gemarisfeesten even aanhalen, waar ik dus de gelegenheid heb gekregen om Sint-Gemaris terug te erkennen als patroonheilige van onze stad, van op het pui van het stadhuis. De bisschop had zijn rol vervuld wat betreft de controle op de overblijfselen van Sint-Gemaris. En nadien is het dan aan de burgemeester om hem terug te erkennen als patroonheilige. Dat gebeurt maar één keer om de 25 jaar. Dus niet iedere burgemeester kan dat meemaken. En dat vond ik wel een heel, heel speciale gebeurtenis. Want veronderstel maar eens even wat er zou gebeurd zijn mocht ik nu Sint-Gemaris niet erkend hebben als patroonheilige van de stad. Dan zouden er heel veel rampen over onze stad zijn neergedaald, denk ik. Maar dat is dus niet gebeurd. Natuurlijk is er in die tweede beleidsperiode ook, ja, corona geweest. Corona dat ongeveer een jaar en 9 maanden een zeer zware extra belasting was op de, bovenop de gewone activiteiten als burgemeester. Dat wil zeggen dat ik daar gedurende al die periode eigenlijk, ja, echt waar crisismanagement heb moeten doen, permanent, dag en nacht, om ja, altijd in te spelen op de gebeurtenissen, waar men nooit van weet wat er op voorhand gaat gebeuren uiteraard, en waar je dus een heleboel brandjes en branden moet blussen. En uiteraard ook, dat is ook zo,
soms onpopulaire maatregelen moet nemen. Dat hoort erbij, dat hoort natuurlijk altijd bij de functie van burgemeester, want als burgemeester moet je natuurlijk wel het algemeen belang altijd in het oog houden en niet inspelen op privébelangen, want dat kan nu spijtig genoeg niet. Maar zeker met die coronamaatregelen waren dat soms onpopulaire maatregelen. Maar ik heb ze genomen in eer en geweten. Ook omdat het natuurlijk de functie is van de burgemeester om de maatregelen die op een hoger niveau genomen worden, om die te doen toepassen. En dat is niet altijd prettig natuurlijk. Maar de volksgezondheid speelt daar voor mij de meest belangrijke rol. Maar dat was een heel intense periode. Oké, Frank, nu dat je per 1 januari stopt, blijft je politiek actief? Wel nee, ik heb mijn ontslag genomen dus ook als gemeenteraadslid. Hè, want er was op voorhand afgesproken dat ik nog maar 3 jaar burgemeester zou zijn. Dat is, was afgesproken bij het begin van de legislatuur. Maar ik heb ook mijn ontslag gegeven als gemeenteraadslid, omdat ik dat ook maar een logische stap vond. Dus politiek zal het hier voor mij eindigen. Nu dat je veel tijd gaat hebben, wat zijn de toekomstplannen, dan meer privaat voor 2022? Wel, in mijn vroeger politiek leven was het zo dat je maakt je agenda niet zelf. Je wordt geleefd. Anderen bepalen voor een groot deel uw agenda. En dat wil zeggen dat er dus uit uw privéleven heel wat dingen naar de achtergrond moeten verdwijnen. Zaken die je anders vroeger altijd kon doen, ja, dat kon nu niet meer, want zeker als burgemeester moet je overal aanwezig proberen te zijn. Alle mogelijke openingen, lintjes knippen, speeches houden. De verenigingen en de mensen hebben dat graag en dat hoort er ook bij. Ik heb dat ook altijd heel graag gedaan, zelf ook. Maar dat wil dus zeggen dat uw privékalender op de achtergrond komt. Dat zal dus nu wel zeker en vast veranderen. In mijn vroeger professioneel leven was het ook zo dat ik regelmatig naar het buitenland moest. Veel vreemde landen heb mogen zien. Dat is tijdens die burgemeestersperiode ook naar de achtergrond moeten gaan. En we zijn dus wel van plan om nu terug een beetje de reizen, om dat terug op te pikken. Onder andere bijvoorbeeld, we hebben heel dikwijls gesproken over Scandinavië. Dat is er nooit van gekomen en dat staat nu wel op de prioriteitenlijst. Samen uiteraard met onze geliefkoosde bestemming zijnde Italië. En voor de rest zijn er natuurlijk ook de 2 kleinkinderen die ook wel wat aandacht vergen uiteraard. Maar ik maak ook niet te grote plannen en te veel plannen. Ik heb in het begin van dit jaar mijn open hartoperatie gehad. En dat is voor mij de les geweest van zelfs als je heel veel en heel mooie plannen maakt, dan kan het zijn dat vandaag op morgen dat er iets gebeurt in uw leven met uw gezondheid of op een ander vlak, dat je al die plannen moet opbergen. Dus niet te veel plannen maken.